GVB Amsterdam heeft 215 kilometer aan tramspoor in gebruik. Deze tramsporen worden volgens een meerjaren onderhoudsplan gerenoveerd. Per jaar renoveert KWS ongeveer 7 kilometer voor het GVB. De tramsporen moeten aan zeer hoge veiligheidseisen voldoen. Het moet voldoende sterk zijn om trams met een gemiddeld gewicht van 50 ton te dragen. Per etmaal wordt een tramspoor tot wel 500 keer belast. KWS Infra Amsterdam Heer Hugewaard voert de renovaties uit voor het GVB. Dit bestaat uit het opbreken van het bovenbed, onderbed en de tramrails zelf. Om er zeker van te zijn dat het beton voldoende sterk is, heeft het GVB tot op heden altijd gekozen voor het toepassen van 100% nieuwe grondstoffen. KWS maakt werk van circulaire bouw en heeft zich daarom geconformeerd aan duurzame betonketen. Hierin zet KWS zich samen met haar partners Paro en Albeton in voor hergebruik van beton. GVB die werkt al jaren aan de duurzame toekomst van Amsterdam. Wij willen ook meehelpen om de circulaire economie hier verder te helpen. Om de kringloop te sluiten werken wij er ook aan om al onze materiaalstromen te verduurzamen. En daarom is dit wel een mooi project en een mooie innovatie om verder te werken als partner van Amsterdam. Momenteel breken wij het boven- en onderbed van de trambaan op. Het beton scheiden wij netjes en voeren wij af naar onze partner Paro. Paro is gespecialiseerd in het verwerken en hergebruiken van afvalstromen. Paro verwerkt de grote brokken vanuit ons werk tot het formaat van grind. Dit grind wordt ook wel betongranulaat genoemd. Nadat het betongranulaat is gekeurd, gaat het op transport naar Albeton, een paar kilometer verderop in Amsterdam. Voor het nieuwe bovenbed van de trambanen voegt Albeton het betongranulaat toe aan het betonmengsel. Hierdoor ontstaat een betonmengsel waarvan 30% van de totale hoeveelheid vaste stof bestaat uit gerecycled materiaal. De voorgestelde innovatie betreft het toepassen van gerecyclede beton. Het mooie is dat de beton direct vanuit de trambaan komt en naar de verwerker gaat. In de verwerker wordt het omgezet naar granulaat en vervolgens wordt het granulaat in de beton verwerkt die weer terugkomt in de trambaan. Dat is het mooie circulaire element waar we eigenlijk heel erg blij mee zijn dat de KWS daarmee is gekomen. Met garantie voor de veiligheid en kwaliteit past KWS vanaf heden 30% gerecycled beton toe bij het aanbrengen van het bovenbed. KWS is samen met haar partners het circulaire proces van betonrecycling in Amsterdam gestart, waardoor er jaarlijks zo'n 2400 ton aan nieuwe grondstoffen bespaard wordt. Het verduurzamen van de betonketen draagt bij aan de volgende resultaten. Minder milieubelasting door lagere CO2-uitstoot, een lagere MKI-waarde en een duurzaam product.